We zijn hier in Ter Heide Genk voor onze open deurdag. Ook dit jaar doen wij een interactieve belevingstocht. In de leefgroepen gaan we dus de dagelijkse activiteiten van de bewoners in beeld brengen. We gaan ook langs de kinezaal, waar de kinesisten deskundige toelichting geven over de orthopedische materialen. Er is ook een nieuwe OT-werking, een kinderdagverblijf voor personen met autisme, die deze week geopend is en die dus vandaag ook zijn deuren opent officieel. Dan hebben wij een standje van de voeding, de bijzondere voeding die er in Ter Heide ook onder andere gegeven wordt. We hebben het belevingstheater, ook een bijzondere activiteit, waar de bewoners ook mee van genieten. Sensopathische activiteiten die er ook bij horen. Nog een aantal grofmotorische activiteiten die de bewoners en de bezoekers mee kunnen deelnemen. En dan hebben we de hypotherapie, ons paard rijdt ook rond. Bewoners mogen daar op plaats nemen en de bezoekers, de kinderen enzovoort, die hebben daar ook wel heel wat plezier aan. Buzo de Wissel in Genk opent vandaag een nieuwe snoezelruimte op de wijkafdeling in Ter Heide Genk. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is onze visie. Met de steun van een Hart voor Limburg en Kiwanis de Hazelaar Hasselt hebben we dit project kunnen realiseren. Met deze gloednieuwe snoezelruimte kunnen we de basale activiteiten nog beter afstemmen op onze leerlingen.